Vlaanderen is een van de meest verharde regio's van Europa. In Europa vind je verharding vooral in de steden. Maar in Vlaanderen ligt dat anders. Onze regio moet ontharden. En daarom breekt Vlaanderen uit. Maar wat houdt ontharden precies in? Wat zijn de voordelen? En waarom is het noodzakelijk? Ja, bij ontharden kunnen we ons eigenlijk niets of juist van alles voorstellen. Dus het idee van afbraak, slopen, uitdoven, afschrapen, komen allemaal in de gedachten op. En dat zijn natuurlijk redelijk negatieve connotaties van ontharden, terwijl het voor ons juist een heel positieve betekenis heeft. Voor ons gaat ontharden over het maken of creëren van nieuwe ruimte, open ruimte, waarin kwaliteit kan ontstaan. Dus een betere omgeving, een kwalitatievere omgeving voor zowel wonen, werken, recreëren enzovoort. Vlaanderen breekt uit is in 2018 gelanceerd door de Vlaamse regering. Het is eigenlijk gestart met een groot onthardingsforum. En daarop is een oproep gevolgd voor projectvoorstellen. Projecten die Vlaanderen gaan ontharden met eigenlijk een meerwaarde voor de kwaliteit in Vlaanderen. Dus er is een eerste call gelanceerd in 2018, eigenlijk met de bedoeling om te gaan kijken wat er allemaal leeft op terrein in Vlaanderen, welke dynamiek in de maatschappij bestaat, waar we kunnen op verder bouwen. In 2019 hebben we die call nog eens gedaan en het bleek eigenlijk dat er heel veel leeft in Vlaanderen rond ontharding. Uit een totaal van 500 projectvoorstellen hebben onze specialisten dan 45 proeftuinen, pioniersprojecten kunnen selecteren die vandaag de dag effectief aan het ontharden zijn. Vlaanderen benut zijn ruimte niet optimaal. Ongeveer 1/3 van ons territorium wordt in beslag genomen door gebouwen, wegen, verharde oppervlakte, perken, sportvelden en tuinen. Bovendien telt Vlaanderen 14 inwoners per hectare ingenomen ruimte. In Nederland is dat bijvoorbeeld 24. We leven dus op grote voet. Als we vandaag kijken wat er gebeurt, zijn we niet goed op weg om onze onthardingsdoelstellingen te halen. Vandaag de dag verhardt Vlaanderen nog steeds. En ook met een hoog tempo van een aantal voetbalvelden per dag. We zien ook, helaas, dat het tempo eerder toeneemt dan vertraagt, terwijl de doelstelling juist is dat we vertragen naar 2050 toe. Dus ja, de enige boodschap dat we daaruit kunnen concluderen is dat we echt aan de slag moeten en dat we gewoon een snelle beweging in gang moeten zetten in de andere richting. De missie van het onthardingsproces in Vlaanderen draait rond een aantal grote doelstellingen. Het zorgt voor minder overlast bij overvloedige regen en bij droogte. Onze steden worden koeler in de zomer, de luchtkwaliteit verbetert, de biodiversiteit verrijkt zich en de bodemkwaliteit kan zich herstellen. Al die doelstellingen samen zorgen voor een meer samenhangende open ruimte, meer ruimte voor voedselproductie en dat is goed voor het klimaat en onze samenleving. Daarom engageren we ons met Vlaanderen breekt uit tot een missie van ontharding. Vlaanderen breekt uit omvat 45 pioniersprojecten. Die pioniersprojecten zijn voor ons echt onze ambassadeurs op terrein. Dus zij brengen ontharding in beeld en samen met ons krijgen we een traject van ondernemen, experimenteren en ook samen leren wat ontharding kan betekenen. Ze zijn op die manier een grote inspiratiebron voor eigenlijk toekomstige ontharders in Vlaanderen. In die zin zijn voor ons die subsidies voor de proeftuinen ook niet louter bedoeld voor die ene ontharding op die ene plek, maar eigenlijk een investering in die grote beweging die wij op gang willen brengen. Laten we eens een kijkje nemen bij een aantal van die projecten. Genk breekt uit en toont ambitie. Dit project gaat op korte termijn maar liefst 12.000 vierkante meter verharding van de Evans-Copé-laan uitbreken. Het Genkse stadsbestuur zet strategisch in op een kwalitatieve verbinding tussen de stadskern, het station en de cultuurcite Seamine. Met meer groen en ruimte voor zachte mobiliteit. Om te beginnen wordt de helft van de baanvakken geschrapt. Maar er gebeurt nog veel meer. Het project in Genk is eigenlijk een volledige transformatie. De veel te grote en ruime steenweg, zoals we er wel meerdere hebben in Vlaanderen, die gaan we eigenlijk halveren. En dat gaan we doen zonder afbreuk te doen aan een vlotte mobiliteit.
De steenweg zoals die er vandaag bij ligt, nodigt eigenlijk totaal niet uit om je te verplaatsen met de fiets. Het is dat wat we concreet willen aanpakken. Naast een vlottere mobiliteit gaan we ook inzetten op een betere waterhuishouding, zodat bij extreme weersomstandigheden er zich minder wateroverlast voordoet in onze stad. Daarnaast maken we ook ruimte voor meer groen. En het is die ruimte en dat groen dat we willen teruggeven aan de buurtbewoners. Tijdens de Autoloze Zondag in 2019 konden de Genkenaren de impact van ontharding al eens ervaren en stelde de stad haar plannen voor. Het overkoepelende masterplan waar dit project deel van uitmaakt, zet de bakens uit voor de toekomstige ontwikkeling van deze laan en zijn ruimere omgeving. Door al deze maatregelen zet men in Genk automatisch ook in op een betere luchtkwaliteit en ook dat is goed voor ons klimaat en de samenleving. In de Vallei van de Kleine Neten gaan waterberging en ontharding hand in hand. Natuurpunt werkt stapsgewijs aan dit traject van ontharding. De beweging Vlaanderen breekt uit en de steun die de initiatiefnemers hier krijgen op het vlak van landschapsontwikkeling, communicatie en op juridisch vlak zijn een grote stimulans voor het project. Door de grote beweging van ontharding en de subsidies die de Vlaamse overheid verleent, gaan we de ontharding in de Vallei van de Kleine Neten versnellen en de verhardingen die er aanwezig zijn, doen verdwijnen. Dit project is een grote meerwaarde voor de biodiversiteit, de bodemkwaliteit en voor de omgeving in het algemeen. Bovendien speelt in deze vallei waterkering een grote rol. Het gebied is namelijk erg vatbaar voor overstromingen. De Kleine Neten moet dus meer ruimte krijgen. Eerst worden verkeerd gelegen weekendverblijven en andere historische verhardingen of ophogingen afgebroken. En zo creëren we meer ruimte voor natuur en waterberging. Door terug ruimte te geven aan onze waterlopen en de omgeving, wapenen we ons tegen klimaatveranderingen, krijgen planten en dieren meer plaats en zorgen we voor minder wateroverlast. Met water dat geborgen wordt, kunnen we lange periodes van droogte opvangen, zoals in de zomer van 2018. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft een heel ambitieus, heel vernieuwend begeleidingstraject uitgezet voor de proeftuinen. We hebben een groot aantal experten die we betrekken, zowel op vlak van ontwerp, landschapsarchitecten, op vlak van communicatie, participatie, ook begeleiding voor financiële en meer juridische vraagstukken. En al die experten geven eigenlijk individuele ondersteuning aan de 45 proeftuinen. Daarnaast hebben we ook een overkoepelend traject uitgedacht. Dus we hebben experten die we betrekken voor een soort kwaliteitstoets, maar ook om samen lessen te trekken uit al die aparte proeftuinen. En die lessen worden dan als een soort assemblage opgenomen in een werkboek, zodat dan in de toekomst onze verdere uitrol van ontharding in Vlaanderen eigenlijk makkelijk mogelijk gemaakt wordt. 1733 vierkante meter ontharden midden in het centrum? Dat is geen kleinigheid. Wetteren breekt uit is met andere woorden een ambitieus project. Door te ontharden gaat Wetteren voor minder wateroverlast, minder hitte ook via het warmteabsorberend vermogen van groen, een betere luchtkwaliteit, een grotere biodiversiteit en een kwalitatief betere bodem. En dat is nog niet alles. Wetteren wil ook de publieke ruimte opnieuw introduceren en de architectuur van de kerk herwaarderen. De gemeente heeft nu niet echt een centrale ruimte rondom de kerk. En de kerk zelf is als monument niet zichtbaar. Alle inwoners van Wetteren willen een comfortabel en aangenaam centrum. En dat is precies de sterkte van ons project. En we willen vooral vertrekken vanuit de verbindende doelstellingen. Wetteren breekt uit is niet voor niets één van de pioniersprojecten op dit vlak. Vanuit deze pioniersrol zal Wetteren ook vele andere gemeentes kunnen inspireren om uit te breken. Sint Paulus breekt uit. Deze school was een van de eerste projecten die de onthardingsgolf in Vlaanderen mee in gang heeft gezet. Voor de heraanleg van de speelplaats werkt de basisschool Sint Paulus al aan een participatief voortraject met vele partners, kinderen, leerkrachten en ouders.
Ze gingen voor een ruime ontharding, met veel aandacht voor het ecologisch ontwerp en voor de opvang en het hergebruik van hemelwater. Wij hebben een volledige speelplaats uitgebroken van onze school. Dus al het beton weg. En we hebben eigenlijk gezorgd dat het water dat nu op de speelplaats valt via een systeem in een infiltratiebekken onder onze sportvelden komt. Dat werkt perfect. En anderzijds hebben we de daken van de school aangesloten op nieuwe regenwaterputten, waardoor we het water nu kunnen recupereren in onze gebouwen. En het werkt supergoed. De aandacht voor de ondergrond gaat samen met de kwalitatieve heraanleg van de bovengrond. De twee staan niet alleen en dragen samen bij tot een droom van een speelplaats. Ja, eigenlijk is onze speelplaats een nieuw speel- en leerlandschap met veel groen en uitdaging voor de kinderen. En dat zetten wij 100% in onze klaswerking met de kinderen. En anderzijds willen we onze speelplaats ook gebruiken om kinderen zich goed te laten voelen en om andere scholen te tonen hoe je kan je speelplaats beter inrichten. En als we echt een beweging op gang willen krijgen in Vlaanderen, moeten we ook buiten de schoolmuren durven kijken. Sint Paulus stelt zijn speelplaats daarom open voor jeugdwerkorganisaties. Op die manier genieten ze niet alleen van de mooie speelplaats, maar kan dit project ook dienen als een inspiratiebron voor de omgeving. Het Redingenhof is een uniek project met een vernieuwende coalitie van school- en buurtbewoners, publieke en professionele partners. Ze zetten samen in op verschillende onthardingen door de herinrichting van twee straten en een aanpalend schoolterrein. Het is een coalitievormend project, dus dat betekent dat we eigenlijk zoveel mogelijk partners in dit project betrekken. Bewoners, maar ook de school, de Begijnhof. We beginnen bottom-up, we nemen de dingen eigenlijk echt over perceelsgrenzen aan. Dat zie je hier eigenlijk ook in de tuin, want we zijn begonnen met eigenlijk is het allemaal zo'n beetje begonnen dat er een paar buren samenwerken, onder andere rond de compost. En dat ook buren die aan de overkant in de straat wonen daar naartoe komen enzovoort. Echt bottom-up. Hoe we dat proberen te doen, de mensen te betrekken, is eigenlijk door inspiratie te geven. We organiseren workshops en daar proberen we zoveel mogelijk bewoners heen te halen. Een onthardingsproject als dit gaat steeds gepaard met het creëren van een betere luchtkwaliteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit, het versterken van de biodiversiteit, het verkleinen van de hitte-eilanden in de stad, het vermijden van wateroverlasten en het voorkomen van droogte. Maar het extra accent dat hier gelegd wordt op het sociale aspect is ook een grote meerwaarde. Het begon eigenlijk met een kleine groep bewoners in de straat, maar stilletjes aan is die gegroeid. En ik denk dat het eigenlijk ook steunt op een moment veel vroeger, zelfs vroeger dan dat ik hier woonde, dat er eigenlijk plannen zijn voorgesteld door de stad waar de bewoners en de buurtwerking niet blij mee was, die ze veel te verhard vonden. Dus toen we hoorden over deze mogelijkheid om te ontharden en om een groenere straat te maken, heeft dat denk ik de bewoners, een paar bewoners, echt wakker gemaakt. Van oké, laat ons daarvoor gaan. En zo is het eigenlijk ontstaan. Dus tijdens de workshops is eigenlijk de kans gegeven aan alle bewoners om hun dromen of hun wensen kenbaar te maken. En die zijn dan ook geïnventariseerd en daar werd dan over gepraat. Maar wat ook leuk was, is dat we bepaalde dingen meteen in gang hebben gesteld. Bijvoorbeeld een van de zorgen was over regenwater, regenwaterpeil. En dan hebben we meteen regenwaterpeilbuizen gestoken. Er is ook een interventie geweest, dus we hebben eigenlijk niet zozeer toestemming moeten vragen, maar meteen dingen gedaan. En dat is het leuke van dit project. Vorig jaar waren er heel wat initiatieven waarbij de hele buurt betrokken werd. Zo ging er bijvoorbeeld op het Atheneum Redingenhof een klimaatcamping door, waarbij er gebrainstormd werd tussen leerlingen, leerkrachten en directie over de vergroening van de speelplaats, het verbinden van de school met de wijk, duurzaamheid en zo verder. Ieder jaar hebben wij hier een speelstraat en van dit jaar hebben we dat eigenlijk wat langer, breder uitgetrokken. Dus het verkeer werd geweerd gedurende een paar dagen. En wat heel interessant was, is dat we een testopstelling hebben gedaan waar dat je dus kon zien wat de impact zou zijn van meer groen, het veranderen van het profiel van de straat. En wat leuk was, is dat heel veel voorbijgangers eigenlijk al heel positief reageerden van oh. Ja, je kon je echt inbeelden hoe dat er zou gaan uitzien. En ook meteen, op een heel korte tijd, zagen we ook al vlinders en meer natuur. Dus dat is eigenlijk wel een heel positief aspect geweest. Het Redingenhof breekt uit. En samen met deze bende Game Changers
kijken wij alvast uit naar het eindresultaat en kunnen we hopelijk ook anderen inspireren om uit te breken. Ik denk dat er in Vlaanderen wel echt een consensus is over ontharden als doelstelling. Ik denk dat iedereen achter ontharden staat vanuit een droom voor een betere, gezondere leefomgeving. Tegelijkertijd merken we natuurlijk dat er ook wel weerstand is. Zeker in concrete projecten. Dus als principe is het omvormen van een parking naar een park, gaat iedereen daarmee akkoord. Maar als dan blijkt dat het uw parking is die omgevormd wordt tot park, merk je dat daar toch ook weerstand bij komt kijken. Nu, we merken tegelijkertijd ook dat die weerstand eigenlijk te maken heeft vooral met een soort vooroordeel, een perceptie, die we in die proeftuinen juist trachten om te keren door bijvoorbeeld te werken met proefopstellingen. En daaruit blijkt dan ook dat eigenlijk juist door die meerwaarde op vlak van groen, gezondheid en zo verder, dat de mensen, de bewoners daar ook dan makkelijker in meegaan. Een algemene verandering in mentaliteit is dus ook nodig. Met Vlaanderen breekt uit gaan we niet enkel ontharden, maar willen we ook de verharding van Vlaanderen vertragen tot er geen netto bijkomende verharding meer is in 2050. En al deze diverse projecten, groot en klein, dragen bij tot het groter plaatje. Waarbij we niet alleen de ambitieuze onthardingsdoelstellingen nastreven die het beleidsplan Vlaanderen voorop stelt, maar waarbij we ook gaan voor een gezamenlijke beweging die goed is voor het klimaat en onze samenleving.